dames en heren. Namens de familie van Staalduinen en hun medewerkers wil ik u allemaal heel hartelijk welkom heten in deze schitterende showroom van dit mooie bedrijf. Mijn naam is Eb Verdouw, ik ben regiomanager van Peugeot Nederland en werkzaam in het noorden van het land. Meneer Schielvaar, aan u het woord. Stellen zij de dienstverlening van autobedrijf van Staalduinen bijzonder op prijs. Stellen zij de dienstverlening van autobedrijf van Staalduinen bijzonder op prijs. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen van Staalduinen, een dealer die alles voor zijn klanten over heeft, en Peugeot, een merk dat ten behoeve van haar klanten continu werkt om de ontwikkeling van haar producten en diensten ook in de toekomst zeer succesvol zal zien. Het succes van autobedrijf van Staalduinen is natuurlijk niet alleen te danken aan de inzet van de heer van Staalduinen, maar ook en vooral aan die van het hele team dat bij hem werkt en waarvan ook mevrouw van Staalduinen deel uitmaakt. Alle onderwerpen die ik hier heb onderstreept, zullen later op de avond door de heer Boersma uitgebreider en in beter Nederlands dat en mijn worden besproken. Ik wens de familie van Staalduinen al goed en, zoals de Fransen zeggen, bonne chance. Het licht gaat nu uit. Buiten is de officiële openingshandeling. U kan binnen blijven, want er is weinig te zien, wellicht wel te horen. Oké. Okay. Speak English? Yes, yes. Yeah, you can hold the fire by this alone. Okay, okay. Yes? Okay. I give the commando. Okay, you give the order. Yeah, I give order. Okay, yeah? You give the order. You then go two steps back. Okay. Yeah? Okay. Kanonier, vuur! Okay. Het is maar goed dat er geen echte kogel in zat, want volgens mij was het dan een schot midden in de roos. En ik denk dat een schot midden in de roos dit bedrijf in Veendam is. We zullen Jaap en het hele team volgen met zijn prestaties, wat dit tot gevolgen heeft. In wie ook die prestaties, zeker op landelijk niveau, maar ook op dealer niveau volgt, is de heer Kees-Jan Boersma, de verkoopdirecteur van Peugeot Nederland. Kees, jij bent de volgende spreker. Want u dacht natuurlijk dat u allemaal vanavond snel klaar was. Maar dat is helemaal niet waar, want ik heb hier 7 pagina's tekst. A4 formaat. En die ga ik allemaal op een erg langzaam tempo voorlezen. Om al die complimenten kwijt te kunnen over de firma van Staalduinen. Een gekke ding. Verstaat u mij zo? Ondanks al die professionalisering en al die andere moeilijke dingen die ons leven dagelijks zo ontzettend moeilijk maken, moeten we vaststellen dat het verschil tussen een goede dealer en een minder goede dealer vaak de man zelf is. De man, de vrouw, zijn personeel. Dus daar wil ik eigenlijk best wel even stilstaan, want de mens in het bedrijf is vaak datgene wat de toegevoegde waarde van het bedrijf bepaalt en wat het verschil tussen succes en minder succes bepaalt. Nou, in Veendam hoeft zich niemand wat dat betreft zorgen te maken, want Staalduinen is zo'n bedrijf, ik heb het al gezegd, dienstverlening met een hoofdletter D, maar het kan nog erger, service met 1, 2, 3, 7 letters, allemaal in het groot geschreven. De klant staat centraal en service is waar het om draait. En ik denk dat de situatie in Stadskanaal daarvan zeker een bewijs is. En Jaap van Staalduinen heeft Peugeot een keiharde werker, iemand. En ik heb me een beetje laten souffleren, want ik ken Jaap wat dat betreft een stukje minder als bijvoorbeeld een regiomanager. Iemand die recht door zee is, loyaal en eerlijk en die precies zegt wat hij denkt.
Dat is makkelijk. Dan hoef je over zaken geen misverstanden te hebben. Maar het draait natuurlijk niet alleen om Van Staalduinen. Vader, zoon van Staalduinen, die moet ik zeker niet vergeten, want hij gaat de zaak in Stadskanaal voortzetten. Maar ook hun aanhang, de dames van Staalduinen. Want het zal u niet verbazen dat in dit soort bedrijven de vrouw op de achtergrond wellicht lijkt te staan, maar in werkelijkheid een veel belangrijke rol speelt dan wij denken. Ook daar moeten we even bij stilstaan. Het gaat te lang duren, ik hoor het. Maar naast de Van Staalduinen en hun aanhang en partners is ook het personeel heel erg van belang. Want daarmee heeft u over het algemeen ook vaak contact. En ook dat hier, denken wij, is goed voor elkaar. En ook bij deze mensen staat nu de klap centraal. Peugeot Nederland wensen samen met Jaap en Heerly van Staalduinen enorm veel succes. Hier in Veendam met de start van dit nieuwe wielerbedrijf. En ik verzoek eigenlijk hen naar voren te komen hier. Nou, dat is een niet zo grote stap. En om hun een applaus te geven. Jaap en Heerly, ook zo lief. En zijn vrouw. En vervolgens, ik noem alle... Voordat we gaan klappen, ik noem ze allemaal op. En als ik iemand vergeet, dan word ik ongetwijfeld gecorrigeerd. Dus naast Carina Bos en Gerrit van Staalduinen, Harry Oldebeuving, Ties van der Laan, Egge Jan Derks, Hedde Drent, Jan Sporter, Reinald Beukema, Johan Hartman, René Jutte, Peter Wesseling en als goed is de laatste Henk Noordveld. Voor hun wil ik graag een applaus en dan geef ik, zoals u aangeklapt bent, een aandenken voor deze opening. Die Noorderlingen zijn een beetje stijfjes, hoor. Alsjeblieft. Opa. En dit is niet meer en niet. Nou, al het personeel. Harry, je hoort niet zo verlegen. Van tevoren afgesproken dat de officiële opening niet lang mocht duren. 17:55. Het is bijna 17:30. Er is nog één spreker. Die zal kort het woord voeren tot u. Na afloop dan heeft u ruimschoots de gelegenheid om het bedrijf te bekijken. In de werkplaats is een hapjesbuffet. U komt het vanzelf tegen. De laatste spreker, Jaap van Staalduinen. Ik heb hem een heel klein spreekbriefje gemaakt, maar anders kom ik er niet meer uit, denk ik. Geachte aanwezigen, ik ben blij dat een zo groot aantal mensen gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging om de opening van ons nieuwe garagebedrijf bij te wonen. Ik wil een paar mensen wat noemen die hebben meegewerkt aan de mooie kant. Ik wil de architect, de heer Koop, bouwbedrijf Bandriga, installatiebureau Veldschip, Stump Tegelwerken, Hoornstra Bestrating, Hendricks Interieurbouw en Lasselijk Engineering. Ik wil vooral hun personeel bedanken voor de inzet die moest plaatsvinden om alles op tijd voor elkaar te krijgen. De laatste loodjes wogen zwaar. Ook wil ik de medewerkers van Peugeot bedanken voor hun adviezen. De heer Silvaar wil ik bedanken voor de openingshandeling en voor zijn komst naar het Hoge Noorden. Ook een woord aan dank aan onze eigen mensen. Zij hebben veel werk verzet. Verder wil ik alle vrienden, familie en bekenden bedanken voor hun komst. Dit geldt ook voor de collega garagehouders. Bedankt voor alle planten, bloemen en verdere cadeaus. Genoeg gesproken. Neemt u nu allemaal maar een drankje en een hapje. Ja.
Zet ik naast jou in de auto? Ja. Ik heb er wat rijker over doen. Let het nou aan jou of let het nou aan mij? Ik ben op de televisie, dan mag ik even achterom kijken. Er zijn sommige mensen die dat niet wel, die dat zichzelf weten.